lig op mijn rug in het gras en aanschouw de maan. Ik vraag haar of zij misschien weet waarom wij bestaan. Waarom we worden geboren en straks weer gaan. Maar ze zwijgt en kijkt me lachend aan. Hardwerkende man, eigenlijk. Echt een ambachtsman. Ik denk dat het eigenlijk van origine eigenlijk altijd wel een timmermannetje is geweest. Hij is eigenlijk altijd wel aan het bouwen en aan het werk. En als elektricien was hij natuurlijk altijd 5 dagen in de week echt van 's morgens tot aan het avondeten weg, zeg maar. Maar op zaterdag ging hij eigenlijk altijd wel in zijn garage en later de lood. Eigenlijk altijd wel knutselen of aan de gang of iets maken. Of hij liep eigenlijk altijd wel in zijn werkklofje rond. En op zondag nam hij dan altijd een hobby die ook even actief was als gewoon mijn werken. Dus zo herinner ik hem echt een hardwerkende ambachtsman, zeg maar. Die echt wel graag dingen maakte. Het leukste wat ik ooit met mijn opa heb gedaan is van... Dan waren we op het strand en dan legde opa het boot neer met de anker. En dan ging ik op de boot klimmen en dan speelde ik altijd. En dan... Ze vroeg ik altijd aan opa, gaan we nu met de boot? En dan zei hij ja. En dan altijd, dat was echt het leukste als we met de boot gingen scheuren over het water. En het was werkelijk heel erg leuk. Want wind in je haren, allemaal heel leuk. En de hengel uitgooien en dan beet hebben. Vertel eens Stijn, was jouw opa een leuke opa? Ja, want we hebben wel in taap in de boot gezeten. En we hebben nog samen geskiet. In de boot gezeten en geskiet, ja. En toen ik nog heel klein was, toen heeft hij mij op schoot genomen en met de tractor genomen. Nou, ja. En wat vond je het leukste? Ik vond het leukste wel... Makreel eten. Het makreel eten bij opa, want hij viste zelf makreel en dan aten we het ook alle twee samen op. Plus papa en mama en ook soms Kiona. Hey, weet je trouwens waar opa geboren is? Kijk eens achter je. Kan je dat huisje aanwijzen? Even kijken, moet ik nog wat doordraaien? Ja. Ja, met de gele randjes. Wij woonden in dat huis hier op de Bleek. Dat huis hier was niet zo groot. En wij sliepen, als kinderen zijn, dan boven op de zolder. Die zolder, dat was eigenlijk twee kleine, hele kleine slaapkamertjes. En verder was er een zolder. En nou lagen aan de ene kant lagen de meiden. En aan de andere kant, daar was dus een houten bed getimmerd en daar lagen... de andere kinderen in, of de mensen een stuk of wat, want we zijn natuurlijk, ik ben de oudste. Ik ben in 38 geboren. En er kwamen alle jaren kwamen wel eentje bij. Zo ging dat. Vader en moeder die hadden beneden een slaapkamer. En dan, als het zover was, dan werden of de kleintjes die werden weggestuurd, moesten even logeren. Bij een of andere tante of ome. Maar ik ben eigenlijk altijd thuis, bijna altijd thuis geweest. Dus ik was thuis. Nou, dan lag je daarboven en dan hoorde je dat hele spektakel.
Maar goed, dan hoorde je, een baby hoorde je huilen. Dan wist je, nou, er is er weer een bij. Zo is broer Willem ook geboren. Ja, daarna, kijk, op een gegeven moment ga je dus wat ouder en dan ga je naar je gaat naar school. De school die is in Egmond binnen. Dan moet je nagaan als je dus... Dat was de Adelbertusschool? Ja, wat nu de school is, maar dat was vroeger de oude school. Aan de overkant van de school daar had je Joep, wat nu Joep is. Dat was vroeger het patronaatje, zoals ze dat noemden. En daar was de kleuterschool. En je had natuurlijk de kerk, en die was in Rinnegom. Dus als jij naar de kerk moest, dan moest je naar Rinnegom, naar de kerk. Maar wij moesten naar Egmond binnen en naar school. En dat ging natuurlijk altijd lopende. Je werd niet weggebracht of iets dergelijks. Dat was er niet bij. Maar was dat niet zo bewaar, want er kwamen veel kinderen van Rinnegom af. Dus dat ging meestal gezamenlijk met liepje van ding naar school. Ik weet nog wel dat in die tijd was er een auto en dat was Beentjes. En die had een vrachtwagentje en die ging alle morgen naar Rinnegom toe. Hij bracht nog wel wat brood bij het burgemeester, want je had een eigen bakker in Rinnegom. En dan ging hij terug en dat was meestal nog wel eens op schooltijd. Dus als we als jongetje even groter waren, dan probeerden we achter op die klep van die auto te springen. Dat we mee konden rijden dan. Je moet nagaan, die auto's die reden toen de tijd zo'n vrachtwagentje misschien 30 kilometer of zo hooguit, of 40. Dus. Dat ging niet zo snel als nu? Dat ging niet zo snel als nu natuurlijk. En verder verkeer was er niet zoveel. Dus ja, dat was broer Willem ook, en die op een gegeven moment gaat hij dus ook mee zo naar school toe met de kuppel mee. Ik werd even ouder. En ik kon een fiets gebruiken. Mijn vader die had ergens bij die Duitsers had hij een transportfiets weggehaald. Dat toen die oorlog afgelopen was en die had hij meegenomen. En dat was zo'n ouderwetse transportfiets. En dat wil zeggen, daar zat een... geen rem op. Het was een doortrapper. Dus als je reed, gingen de trappers bleven ook rondgaan. Maar voor op die fiets zat een groot bagagerek. En daar kon ik nog wel, er is. Dus, was Willem, maar ook die andere, als ik daar zin in had, meenemen op de fiets. Dus maar ik wou ook natuurlijk mijn vriendjes meenemen. Dus dat hield wel de zin dat we soms met 4 man of 5 man op die fiets zaten. En dan moest de een die moest trappen en de ander die moest een beetje sturen. Maar zo gingen wij dan zwierend al naar school. Nou, Willem was een rustige jongen. Dat was hij vroeger al. Het was geen druktemaker. Willem was rustig. Willem werd elektricien. Die ging werken bij Appeldoorn. Wim Appeldoorn, de... En ik vergeet het nooit, hij had een fiets. En dan ging hij klusjes doen voor Wim Appeldoorn. En dan had hij zo'n boormachine en een freesmachine. En die hele klerische klotenzooi, die hing aan het stuur bij hem. Maar hij was nogal een beetje, ja, wat dat betreft op een fiets of zo, onbehouden. Of die banden nou slap waren of hard, hij trapte gewoon door. Dus de boos had nog wel eens een paar keer een lekker band. En zo was hij. Gewoon, dat interesseerde hem eigenlijk. Daar had hij geen erg in. Werkelijk, dat kon hij hartstikke goed. Maar een gevoel hebben daarover, dat het is, of het nou een auto was of een ding, dat had Willem niet zo in zich.
De allereerste keer dat ik hem ontmoette was bij zijn moeder thuis. Ik werkte bij Castricum, de inpakkerij, de chocoladeinpakkerij. En ik raakte in een beetje vriendschap met Gaat Butter. En die had me voor eerste kerstdag uitgenodigd bij de familie te komen eten. En daar ben ik hem tegengekomen. Daar kwam hij op een gegeven moment lopende thuis, want er lag sneeuw. Lopende uit de kooi vandaan, Den Helder. In zijn matrozenpakkie. En dat ik hem voor het eerst ontmoet. En wat ging er door je heen? Eigenlijk helemaal niks. Ik vond dat eigenlijk een rare kwiebers. Ik ben op 8 februari ben ik jarig. En vriendin uitgenodigd. En was toch wel een beetje nieuwsgierig. Ook uitgenodigd. Ik was toevallig op vrijdag jarig. En toen is hij op mijn verjaardag gekomen, 's avonds. Ja, en eigenlijk gebleven. Ik wil niet zeggen dat dat liefde op het eerste gezicht was. Het is, ik voelde mij er goed bij. Vertrouwd. Ik kon mezelf zijn. Dus op een gegeven moment komt hij op zondagmiddag bij ons thuis. En toen zegt hij, ik werd door Zomerdijk was toen de tijd de loco-burgemeester uit de kerk staande gehouden. Van, ben je geïnteresseerd in een woning waar je aan het bezig bent? Ja, jemig. Overvalt me wel. Denk er even kort over na, want niet te lang. Dus die kwam bij ons thuis en toen zei hij van, we kunnen een woning krijgen. Maar ik was maar 19 jaar, toen zeg ik, jemig, moet dat? Ja. Mijn vader zei op een gegeven moment, je bent niet wijs als je dat niet aanpakt. Want ik geef je op een briefje dat het de eerste 7 jaar geen enkele woning wordt gebouwd. En hij kreeg nog gelijk ook. De eerste aantal jaren was hij dag en nacht aan het werk.
had heel veel klus. Voor de broodnodige centen? Ja, absoluut. Vanwege het huis? Nee, want nou ja, ja en nee. Want toen de tijd was het loon was maar 100 gulden per week. En dan moesten we 25 gulden huur betalen. En dat werd iedere maandagmiddag om klokslag 1 uur werd dat opgehaald. Klingeling aan de voordeur en je huur betalen. Kun je wat over vertellen over jullie trouwdag? Oh nou, dat is ook nog zoiets leuks. Dat is ook typisch. Typisch Willem. Maar het was zijn schuld niet. Oké. We hadden alles keurig geregeld. Dat hebben we ook. En de auto's geregeld en dit geregeld en dat geregeld. En op de dag van het huwelijk, 28 oktober 1965, wat er allemaal kwam, geen auto, met mijn aanstaande man. Vertel. Nou, bellen. Waar blijf je? Ja, de trouwauto is er niet. Ja, hoe kan dat nou? We waren er samen geweest. Bellen, toen geen mobiele telefoons. Nee, maar dat hadden we niet. Met bellen met, bij de buren, want ze hadden zelf geen telefoon. De buren hadden wel telefoon. Precies, jullie trouwden natuurlijk gewoon uit huis, want ja. Jullie gingen niet ongetrouwd de nieuwe woning betreden. Nee, inderdaad. Dat was In die tijd. En bij elkaar slapen, dat dacht je toch even niet. Hè? Je mocht wel eens een nachtje blijven, maar dan bij die meiden op de slaapkamer. Veilig. En er werd over gewaakt. Denk erom. Zo was dat in die tijd. Ja, zo was het echt in die tijd. Ja. Nou ja, bellen, waar blijft de trouwauto? Oh, die is aan het taxi rijden. Maar het is toch morgen? Nee, het is vandaag. Nou, zo gauw die er is, dan moet die nog maar even gauw gewassen worden en opgetuigd. En dan komen we. Maar, wees zo wijs, zie jij dan maar bij je bruid alvast te komen. Dus wat gebeurde? Willem Butter kwam in zijn trouwpak met zijn hoge hoed onder zijn arm, op zijn brommertje. Die reed op een kruidler naar Egmondtezee. Hoe romantisch is hij? Heeft hij jou de drempel overgedragen? Ja, maar vreselijk gelachen. We werden op een gegeven moment door de vrienden weggebracht. Want we waren uiteindelijk met z'n vieren. Nou, toen was het natuurlijk malligheid van, joh, ja, je moet er wel over de drempel tillen. Maar dat is ook inderdaad, dat is nog gebeurd, ja. Aardig droog. Dan gaan we de spullen om de rood op buiten zetten. Ben je hier iets erop?
lang in bed. Ja, rustig afwachten wat hij doet. Toen veranderde hij van baan, maar toen ging hij van Willem Appeldoorn, want hij heeft altijd bij Willem Appeldoorn gewerkt. Naar de firma Kusters in Helo. We praten nu over 1969, hè? Ja, ja, 1969. Want ja, nou ja, hij bleef op 100 gulden in de week. En het kwam mijn tweede kindje bij. En in zijn omgeving gingen ze steeds meer verdienen. En hij had wel eens meer gezegd, joh, er komt er eentje bij, hè. Dat kan gewoon niet zo lang. Ja, nee, dat is moeilijk. En toen is hij op een gegeven moment naar... heel hoog terechtgekomen. Bij Kusters is ook een installatie gebeuren. En dan kreeg je zonder slag of stoot 65 gulden in de week erbij. En dat was heel wat. Dat was een berg geld. En daar is hij, nou ja, dat was dan, het was onze tweede dochter net een week oud, is hij daar aan de gang gegaan. En, maar hij had inmiddels natuurlijk al zijn installateurspapieren, dus hij was volledig, kon hij onafhankelijk werken. En hij heeft daar een maand in een ploeg meegedraaid. En toen zeiden ze van, hier heb je een autosleutel. Hier heb je een lijst met al die klussen waar wij helemaal geen zin in hebben. En doe je best. En je zorgt dat je om 4 uur op de bouw bent, want dan moet je ons ophalen. Want dan moet je ons thuis brengen. Nou, dat gebeurde het ook regelmatig. Dan was hij er niet om 4 uur. Dan moesten de jongens wat anders voorzien, want zijn klus was niet klaar. Want hij ging gewoon door als zijn klus klaar was. Ja. Dus ja, daar heeft hij dan een klein jaar gewerkt. Want toen kwam dat het Boulevard Hotel, wat vroeger een bondshotel was, waar mensen op vakantie konden, die werd verbouwd. En daar was een elektricien, Ab de Graaf, die werkte daar. En die raakte overspannen. En door middel van de boer, dat is dan ook weer familie van tante Ali, dat is dan weer een tante van Wim. Daar werd Wim weer door aangesproken van, joh, we zitten omhoog. Dus toen is hij in dat werk gerold en van die tijd af is hij zelfstandiger geworden. En door zijn werk dat hij als installateur, had je toen de tijd een inspecteur van PEN, die kwam dan om zijn... om zijn werk te controleren en dan kwam de stroom erop. En die, toevallige wijze, was lid van een duikclub in IJmuiden. En ja, die kwam dan hier wel, dus want dan moesten ze papier invullen en bla bla bla. En ze hadden het niet alleen over werk, maar dan goed, dan ook over duiken. En zodoende is hij dan in 75, 76... is hij zijn opleiding gaan volgen en duikt hij in IJmond in IJmuiden. Toen kwam hij aan mijn mijn, hij zegt, joh, hij zegt, ik wil eigenlijk gaan duiken. Hij zegt, wil je meedoen? Hij zegt, dan gaan we die cursus volgen om te duiken. Nou, ik zeg, oh ja, dat kan wel doen. Dus we gingen met z'n beiden binnen wij naar
En Muiden, want daar werd het gegeven, in het zwembad. Ben wij gaan oefenen die winter. Om dat duikbrevet te halen. Totdat we dus examen deden. Maar dan moesten we dus een pak hebben en et cetera. En ik had de problemen met het klaren. Ik had anders eens oorontsteking gehad. En dat vreselijke moeite met klaren. Nou, ik zeg Willem, ik ben niet van plan om, het was toen nog met elkaar een bedrag van 3000 gulden. Die moest je dus bij elkaar harken om te pakken en die dingen, met hele uitrusting, een gordel en fijn, et cetera, wat erbij is. Ik zeg, ik stop ermee. En Willem is doorgegaan met het duiken. En toen was hij, daar is hij een paar jaar geweest, tot 78, 79. Want toen kwam hij weer een paar andere lui tegen die er ook geïnteresseerd waren. Die waren weer brandweerduikers, waren onder andere politieagenten. En die waren brandweerduikers bij de vrijwilligers van Enkhuizen. En die waren in Egmond gestationeerd. Hoe je ze dan weer ontmoette, weet ik ook niet hoor. Ik was niet overal bij. En die hebben toen hier bij mij in huis de Egmond Club opgericht. Weet je nog met wie dat waren? Ik weet er een paar. Dat was Frank Brouwer, Wil Wiegers. En dat waren er was nog een politieagent in die was ook gestationeerd in Egmond. En dan was er nog één bij, maar die naam ben ik kwijt. Ben je nu aan het communiceren met rooksignalen, Willem? Ja, nu gaan we eventjes bij de vuurtoren een seintje geven dat het dus veilig is. Maar dit is de bedoeling dat dus zoveel mogelijk rook uitkomt. Die rooksmaak die moet in de vis trekken en dat maakt tot speciale rooksmaak, speciale smaak van de gerookte materiaal. Ze zullen dit keer aan de buitenkant niet zo mooi bruin gaan kleuren, omdat het garingsproces is heel snel verlopen in die hoge temperatuur. Ja, maar die was wat hoog, hè? Die was een beetje erg hoog. Dus want wat moet het normaal zijn? Nou, dat mag tussen maximaal 80 zijn, een kwartiertje, 80, 60. Dat was ietsjes meer, hè? Ja, dat was ietsje meer. Dat ging naar de 120 uur op een bepaald moment. Maar ja, het mooie weer en die harde wind, die jaagt het vuurtje lekker op. Ja. Dus. Maar nu gaat hij helemaal de goede kant uit. De temperatuur begint lekker te dalen. Nou, nog even proberen. Boven dicht te zetten, in dit geval om de rook een beetje binnenin te houden. Die goed. Het is toch een hele kunst, hè, het roken? Het is, dit is handmatig, dus er zit heel veel gevoel bij. Absoluut. Dat moet je, op je gevoel moet je dat doen en de weeromstandigheden in de gaten houden. Maar het brengt ook weer dat speciale eigen dingetje erin. De ene keer is het lekkerder, de andere keer minder, maar over het algemeen heb ik altijd heel veel positief commentaar. Lekker, lekker gerookt, goed van smaak. Makreel komt na het eten niet meer terug. Maar ja goed, gisteravond gevangen. Kijk, verser dan vers. Vanochtend in het zout gezet en nu in de ton. Dus vers kan niet. En wanneer gaat het mondje in? Wanneer gaat het mondje in?
Nou, met een uurtje of twee. Dan had het nog warm direct het mondje in. Dat zijn echt voor jou van die genietmomenten? Dat zijn echt de specifieke genietmomenten, ja. Dan ook even de... Van, hoe is hij geslaagd? Ja of nee? Is hij mooi hard nog? Is hij niet te gaar? Ja, perfect. Lekker. Lekker, lekker. Kijk, nou begint hij lekker zijn rook te maken. Doe je dat al lang, roken? Ja, dat doe ik al een jaar of 5, 6. Dat, ja. Een jaar of 5, 6 doe ik dat al. Maar de laatste paar jaar heel weinig. Omdat ik een paar jaar gewoon geen makreel heb kunnen vangen. Elke keer dat ik op zee was, was er geen makreel te vinden. Ze waren bang voor je geworden? Ze waren bang voor me geworden, ik denk het ook. Bang voor mij. Maar ook anderen heb ik heel veel klachten gehoord hoor. Die zeiden van, het is maar zeer magertjes, kleine sprotjes. Een sprotje dat is dan een makreel, hoeveelheid makrelen. Die aan de oppervlakte komen waar de meeuwen op afkomen, daar herken je het dan. Hele kleine sprotjes. En dan een half uurtje en dan zijn ze weer weg. Terwijl je vroeger dagen achter elkaar zag, je ze gewoon van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Nou goed, dit jaar, dit is de eerste vangst. Gisteren gevangen met dikke mist. Op het geluid van de meeuwen. De spot opgezocht. Heb je ze zelf gevangen? Ik heb ze zelf niet gevangen, het is een maatje van mijn Frank Brouwer. Okay. Die heb ze gevangen en die hebben mij even een maaltje gebracht. En dat maaltje dat is toch zeker, nou wat is het zo geschat, 7 of 8 kilo. En dan heb je voor zichzelf heb je zijn wintervoorraad alweer binnen in zijn kist. Dus die was gisteravond succesvol. Dat is een bijzonder maatje voor je, Frank? Bijzonder maatje van me, zeer bijzonder maat. Een hele fijne duikmaat, een goede vriend. Wat betekent Frank voor jou? Wat betekent van een man die enorm sociaal bewogen is, betrokken is bij iedereen. En niet schroomt om zich in te zetten. Gewoon ook belangeloos om een andere plezier te doen. En dat vind ik fantastisch. Dat vind ik een vreselijk mooie eigenschap van personen. En zo heb ik er gelukkig nog een heleboel. Gelukkig wel. Wat dat betreft ben ik een heel rijk man. Ik heb er onwijs veel. En nu komt dat regelmatig boven. En dan... waardeer je die mensen zo enorm? Het zijn nog steeds steunpilaren voor je. Ja. Heel erg. Ja. Het is fijn om zulke mensen bij je te hebben. Ik vind het zo enorm fijn om zulke mensen bij me te hebben. Ik ben een mensenliefhebber. Ik heb graag mensen om me heen. Ik vind dat fantastisch. Om te beleven. En ik zeg ook altijd, moet je luisteren, een mens is in de wereldgeschiedenis is op een kuddedier. Die leeft in kuddes, net als apen en andere dingen. Wij zijn niet solitair. Als je solitair, als je een hekel hebt aan een buurman of wat dan ook, word niet boos, overleg, komt tot een vergelijk, doet je kom er altijd uit. En als je aan iedereen erger zegt, nou ga dan maar eens een jaar op een onbewoond eiland zitten in je eentje. En als je dat nou fijn vindt, heb je je plek gevonden, moet je er blijven. Ja. Maar kort een ander niet op zijn doen en later in de meest onzinnige dingen van klachten van... Ik heb daar de hinder van, ik heb daar hinder van. Dat vind ik verschrikkelijk. Yes. Ja, Willem heb ik ontmoet in 1979 op de oprichtingsvergadering van de onderwatersportvereniging. En dat was hier vlakbij, bij Henk de Vries in zijn hotel, vlakbij bij de vuurtoren. En wij waren van plan een duikvereniging op te richten. En een aantal Egmondse mensen die daar interesse hadden, waren bij elkaar gekomen. En daar kwam Willem Butter aan en die zegt, ik ben Willem Butter en ik kan ook duiken. En wat dacht je toen? Ik dacht, dat is mooi, want ik was op dat moment de enige die kon duiken. Dus ik kwam uit het huis en kon duiken en wilde hier ook duiken, maar er was niks en er was niemand. En Willem zegt, ik kan duiken. Ik zeg, dan zijn wij twee zijn de instructeurs van de club. En daarmee is het begonnen. De duikvereniging werd opgericht. En we waren ook bezig, het pand werd gebouwd aan de Mosselaan.
daar zou dan eigenlijk in principe een kantoor komen met douches en wc's voor eventueel het personeel. Maar goed, de hele economie hier stortte in elkaar in 80. Toen heeft hij van de ruimte van de kantoorruimte heeft hij een winkeltje gemaakt. Want ja, hij had ook geen werk meer. En zo is hij eigenlijk dan in de shop gebeuren terechtgekomen. En dan ging hij... De winkel draaide dan 's middags. Dan kwam hij 's morgens zat hij in de winkel. En dan kwam ik om 1 uur en dan ging hij dan weer zijn installatiewerk doen. Dus dat hebben we ook een aantal jaren zo gedaan. Over techniek gesproken. Willem was natuurlijk een technische man, hè? Willem was techneut, dus Willem werd ook bij ons de materialenman. En zodoende kwam hij later ook in de shop terecht. Ja, Willem was natuurlijk niet een fijnzinnig man met apparatuur. Want Willem had grote handen. En als je dan je duiklampje of je dekencomputer uit elkaar had, dan was dat een evenement. Want Willems liefste gereedschap was een bako. Ja, daar moet je dan maar mee doen. Hij kwam toch in elkaar. Rond 85, 86 raakte hij uit zijn werk omdat hij liep te kwatten met zijn rug. Ja. Daar is hij op in 86, 87 op afgekeurd. Dus ja, dat was al de eerste grote zeper waar hij eigenlijk niet mee uit de voeten kon. En door middel van de shop had hij contact met een vertegenwoordiger, ja, annex directeur van Scubapro. Die heeft hem een beetje mal gemaakt van, joh, je bent de goeie van, ga in Amsterdam een zaak openen. Nou, zijn we daar in de winter op zoek geweest om een pand te vinden. Hier kijken, daar kijken, zus kijken, zo kijken. Wat diep in mijn hart, waar ik eigenlijk liever geen medewerking aan gaf. Maar goed, oké, okay. Heb je wel wezen, ga maar. Je stond er niet achter. Nee, want ik denk, ja, wie draait dan Egmond? Wat je eigen spullen zijn? Jij natuurlijk. Ja, juist, ja. En, maar goed, oké, okay. Ik denk, ja, je moet ook nog een stukje geluk hebben. Dus ja, nou ja, laat me gaan. Zet je eigen er maar overheen en ga er maar mee. Heeft die pand gevonden. Nou, ingericht, verbouwd. Begonnen was eerst op 41, was een hoekpandje. Dan heeft hij leuk gedraaid, 5 jaar gedraaid. Dat hij naar Amsterdam ging, zei hij tegen mij, moet je luisteren, T. Ik doe het voor 5 jaar. Oké, okay. Als jij zegt 5 jaar, oké, 5 jaar. Kan ik wel ophoesten. Want ja, ik moest de toko echt gaan draaien. Ja. En na 5 jaar komt hij en toen zegt hij, ja, ik kan dat pand aan de overkant huren. Dat is wel een grote oppervlakte, maar wat qua inhoud, de hele shop kun je dan ruimer uitleggen. Nou ja, ik zeg oké. Okay. Maar ik zeg, ik dacht dat je gezet hebt 5 jaar. Ja, ja, ik zeg wel, dat is meer wat. Oké, okay, dan niet. Dus uiteindelijk de 5 jaar werd 15 jaar. Jullie communiceren wel op een hele bijzondere manier, hè? Ja, maar daar zit 25 jaar tussen natuurlijk, hè? Dus dat kan je niet... Ja, het is een mengeling natuurlijk van... Amsterdam komt samen met de provincie, laten we het daar maar op houden. En dat gaat... Maar ja, ik heb jarenlang... Want dat die op de Amstelveense weg zat... Nou, bijna kantoor bij hem gehouden. Zo heb je hem ontmoet? Ja, eigenlijk door een duikmaatje. Ik begon te duiken. En Willem die was net begonnen aan de overkant op de Amstelveenseweg. En dat was een gezellig tentje. En Willem had er verstand van. En dat was natuurlijk... dat was natuurlijk wel mede belangrijk. En wij konden hem wel hebben. Want hij beschikt natuurlijk over een... Hij is heel vakkundig. En wie is hier bij? Ja, een duikmaatje van me. Okay. En die was zeker net zo gek als ik. En die was bij Willem in de winkel geweest. Want iedereen kwam altijd bij Holdive. En ja, dat ging allemaal niet zo geweldig. Dus op een gegeven moment weken we uit en Willem zat er tegenover. Ja, dat was een lekkere prater en zijn koffie was ook goed.
Dus zodoende zijn we eigenlijk blijven hangen. En aldoende kwamen we erachter dat Willem er echt verstand van had. Die heeft geen knollen voor citroenen verkocht. En dat was ook mooi meegenomen. En ja, Willem is Willem natuurlijk, hè? Wie of wat was Willem? Ja. Hoe zou je Willem opschrijven? Dat is toch een allemachtige moeilijke vraag. deed wat hem in ze opkwam. Hij was niet te stout. Als hij een idee had, dan ging hij daarvoor. En dan moest alles wijken. Kon niet tegen onrecht. Absoluut niet. Ook niet tegen gekonkel of wat ook. Dan werd... hij werd bijna nooit kwaad. Maar als hij ooit een keer kwaad werd, dan moet je je bergen. Want dan moest je maken dat je wegkwam. En dat heb ik in mijn leven heb ik dat 1 of 2 keer meegemaakt. En dat was niet eens op mij, maar dat was nog op anderen. Dan wil je niet weten wie je dan tegenkomt. Nee. Ja, rechtvaardig. En, ja, een harde werker. Wie is Willem? Een goede kerel. Kan heel star overkomen, wat hij eigenlijk niet is. Hij kan, ik heb jarenlang de hele wereldproblematiek met hem behandeld. We verbeterden ook de wereld, daar zaten we niet mee. Maar bovenal eigenlijk, waar ik hem het meest voor verteer, dat is zijn vakmanschap. En Willem houdt niet van lulverhalen. En dat past mij eigenlijk wel. Als je Willem kent, dan zie je het in één oogopslag. Hè? Dat is een man van no nonsense. What you see is what you get. Geen enkele aandacht voor uiterlijk vertoon. Willem was Willem. In al die jaren is Willem in die zin onveranderd. Betrouwbaar, open, recht door zee. En hij staat altijd voor je klaar. Weet je, ik heb ontzettend veel van hem geleerd. Hij heeft me altijd geholpen waar hij maar kon. Want ik heb ook natuurlijk rottijden gehad. En dat is Willem. Zo is Willem. Hij kan verschrikkelijk rottig uit de hoek komen. Maar dat doen we allemaal bij tijd en wijl, toch? En van Willem kan ik het hebben. En van de ander kan ik het niet hebben. Maar bovenal heeft het te maken met zijn vakmanschap in het duiken. En Willem vertelt geen flauwekulletjes. Ik denk dat zijn sterkste kant is, dat is het recht door zee. Recht door zee. Geen omwegen, gewoon recht door zee, wat er is. Dat kun je heel sterk zien, dat is die ziekte begon. Recht uitzeggen wat het is. En rechtsuit zeggen van nou, het is kloten, maar ik zal ervan maken wat ik ervan maken kan. Ik zal de zaak afregelen. Ja, ja, ja. Kijk, onder de 60 graden. Lekker roken. Lekker roken. Ja. Je wil. Wat ik al zei. Ze worden niet zo bruin. Maar ze mag nog even. Nee? Ze mag nog even. Ja. Ja, helemaal goed. Gaat helemaal goed. Ik denk dat hij ineens doorhoudt en klaar is. Goedemiddag, Aquarius Willem Butter. Hi, hallo. Hans, ja, het gaat goed. Ja, lekker.
Ja, ik ben een dag of wat een beetje duf en toef, geweest. De mededelingen natuurlijk van, maar luister, je bent uitgeprocedeerd. Dat was natuurlijk ook niet dat ik van die tegenkeping mag. Dat ik voor straks wel in de zorg pak. Hé, hey, wel, maar goed. Ja, we spreken elkaar. Doe. Zo. Mijn dochter Angela aan de telefoon. Ook gouden meid. Echt, gouden meid. Wie is Angela? Angela, dat is mijn tweede dochter. Mijn middelste dochter. Zijn niet getrouwd en... Want een vriend wilde niet trouwen. Nou, oké. Okay. Zie je dat was? Nee, absoluut niet. Trouwen is een symbool. Trouwen is symbolisch. Trouwen is van oorsprong. Maar luisteren. Ik heb een keuze gemaakt en die keuze is definitief. En om dat te bevestigen, is een ceremonie. Trouwceremonie. Is een hele mooie ceremonie om het te doen, als je dat wil, als je daar open voor staat. Maar als je zegt, ja, ik heb daar helemaal geen gevoel bij, dan ligt mijn gevoel helemaal niet, dat is mijn bedoeling niet, dan moet je het ook niet doen. En als ik dus zo kijk, en ik kijk er ook niet naar, ik heb ook nooit een flits van, als ze hier zijn, ze zijn niet getrouwd, van, nee, never nooit. En als ik zie hoe die met elkaar omgaan, dan zeg ik, ja, maar luister, het is gewoon man en vrouw, en als je zo prettig voelt, dan straalt dat ook uit en dat zie je ook bij die twee terug. En het gezin is ook gewoon heel close met elkaar. Het is gewoon fantastisch. Ik heb drie kinderen en ik heb twee schoonzoons. Ik heb vijf kleinkinderen en ik ben dolgelukkig. De families op zich met elkaar omgaan is fantastisch. Natuurlijk zit het verschil. Zie ik verschil tussen de opvoeding van Rob en Yvonne, mijn oudste dochter, en tussen Meijner en Angela. Die doen het anders. Maar het bewijst eigenlijk dat ik zeg, er zijn meerdere wegen die tot hetzelfde resultaat leiden. Je kan ook een gezin niet stichten en opbouwen aan de hand van een boekje. Van hier heb je de gebruiksaanwijzing en zo moet je doen en dan komt het goed. Er zit heel veel eigen inzet in, eigen inzicht, eigen gevoel. Zeker heel veel gevoel. Doe iets op je gevoel. Ik denk dat je daarmee het beste resultaat hebt. Maar door de betrokkenheid van pa en moe bij de kinderen en de kinderen betrekken bij de activiteiten die je doet, is het allerbeste. Die kinderen die praktiseren er niet over om naar een op de straathoek te gaan lopen klieren of te pielen of te kloten. Mijn oudste, Rob en Yvonne, mijn oudste zoon is 16, gaat nog steeds graag met vader en moeder op vakantie, want het is zo gezellig. En dan doe je het goed. Dan doe je het fantastisch goed. Natuurlijk krijgt hij ook de vrijheid om te gaan naar zijn vrienden. En natuurlijk mag hij ook op stap gaan naar zijn vrienden. Maar altijd open en eerlijk. En dat is goud. En sinds kort heeft mijn zoon, de jongste, heeft dus nu ook een vriendin. En ik hoop dat dat zich ook heel positief ontwikkelt. Dat daar ook een hele mooie relatie uit voortkomt. Daar zal ik niet veel van meemaken, maar alles wat ik mee kan maken, pik ik wel mee. Absoluut. Dat is voor mij goud. Heel veel. Ja. Yes. Alles wat hij zag, kon hij maken. En dat ook met kwaliteit, zeg maar. Dus het ging niet altijd even geduldig, maar... Een muurtje metselen deed het ook als een metselaar. Iets in elkaar
timmeren van hout. Hij deed het ook als iemand van een timmerman was. Iets van staal maken, dan deed hij het ook zoals het hoorde, zeg maar. Dus hij, wat hij zag en hij verdiepte zich erin, kon hij het ook maken zoals het hoorde. Het, is niet, het was niet de typische doe-het-zelf-man van nou, ik heb het met een kwastje verf bedekt. Dan zie je het niet meer. Bij hem zat het eigenlijk altijd wel gedegen in elkaar. Het ging niet altijd even geduldig, dat moet ik wel zeggen. Mijn vader had behoorlijke krachttermen. En zo nu en dan werd iets in elkaar geschroefd met die krachttermen. Waarvan wij allemaal alle kanten op schoten. Want mijn vader, als dat horen roepen, was altijd het moment dat we allemaal weg wilden wezen. Want dan zat het hem echt dwars dat hij iets niet voor elkaar kreeg. Maar we proberen het altijd wel op de juiste manier te doen. Het is vooral te zien in het huis denk ik, van Martijn, van zijn eigen huis waar hij nu gewoond heeft. Dat wat hij dan oppakte, het ook gewoon van begin tot einde serieus en goed deed. En niet de kantjes eraf liep. Vijf goede eigenschappen van hem. Trouw. Consequent. Waar uitziet dat in, dat trouw? Noem eens een voorbeeld. Nou, in ieder geval trouw aan jou, dat is duidelijk. Ja. Eigenlijk meer trouw aan zijn eigen overtuiging. Want daar weet je niet vanaf. Als je iets zeker weet, breng jij hem daar niet vanaf. En dat kan natuurlijk bij andere mensen overkomen. En ik heb je verteld, ik heb erbij gestaan dat mensen spullen kwamen kopen op de Amstelveense weg. Nou, die vrouw die zat me een lulverhaal te vertellen. Daar werd je helemaal naar van. En Willem kijkt eraan en die zegt, mevrouw, als u dat pak naar me aantrekt, kleedt u zich aan en dan gaat u lekker naar de buren. Want ik denk niet dat wij zaken kunnen doen. Ik verlies dit altijd. En nou, dat is natuurlijk goud. Ja, Willem was zeker standvastig. Je kan ook zeggen, hij was stront eigenwijs. Maar dat deed hij niet om er omdwars te zijn of omdat hij zijn zin door wilde drijven, maar omdat hij ervan overtuigd was dat dat beter was voor de club, voor de opleiding, voor het hele verhaal. Dus mensen accepteren het ook van Willem. Willem was niet een eigenwijze donder die zijn zin doordrijft. Hij had een mening van ja, dit is belangrijk, dit is verstandig, dit is veilig. En dan hield hij ook graag dat punt vast. Het was niet uit eigen belang? Het was niet uit eigen belang, nee. En het is ja, als je Willem een beetje kent, dan weet je dat er geen nare bedoelingen bij zitten. Geen dubbele bodems. Dus je denkt, ja oké, dat is Willem. En hij kon daar ook wel, hij kon daar zelf ook al mee omgaan. Dat natuurlijk het spel gespeeld werd en dat er een beetje tegengas kwam. En daar kon hij goed mee overweg. Hij kon er niet tegen dat als een ander zei dat doe ik, dat dan niet doen. Of achter iemand zijn rug om kwaad spreken van een ander. Daar kon hij helemaal niet tegen. Want dan zei hij altijd van dat moet je doen als hij erbij is. Nou ja, dan komt er een voorbeeld ergens. Want we hadden in een periode dat we verkering hadden. Toen zaten we een keer in de bus, kwam met Alkmaar vandaan. En nou ja, je had natuurlijk van die asbakken van derpers. Het waren altijd van die druiloren. Maar goed, ik was natuurlijk een dochter van Verbalen. En ja, redelijk bekend. Ja. En knopje gedrukt, de bus stopte. Ik moest uitstappen. We waren op het punt waar wij zouden stappen. En er staan twee derpers op. En die zegt van, jij komt er niet door, wij brengen dat maatje van naar huis. En ik zie zo achter een gebeuren dat ik zo twee maal zo door één gat van die busdeur naar buiten zag flikken. Dat waren die twee derpers. En dan liep je over. Tussen die zo, er is keer lopen. Nou, dat was hem dan dus ook. Nou, ik kan mij herinneren dat Willem toch wel vrij vroeg verkering had met Thea. Of dat al was dat hij dus, toen hij in dienst was. Ik dacht het haast wel, dat hij toen al eigenlijk een beetje verkering had met Thea. Ik ken Willem ook alleen van Thea. Ik kan Willem niet herinneren dat hij dus met een ander meisje dus op een gegeven moment geweest is. Nou, vreselijk koppig. Er zat een hoofd op. Wat hij in zijn kop had? Dat zat niet ergens anders. Echt niet. Is het lastig geweest voor je? Nee hoor.
Daar leer je ook weer mee omgaan. Ja, je kan op een gegeven moment wel tegenstribbelen of prutten. Maar je hebt je eigen ermee. En je kan ook net zo goed je medewerking aan verlenen. Want dan heb je er uiteindelijk ook nog wel plezier in. Maar die koppigheid van Willem, had hij daar zichzelf niet vaak mee? Daar heb ik hem nog nooit over gehoord. Want hij sprak zijn eigen heel slecht uit. Want kwam hem niet erna. Want dan kreeg je geen contact. Het was een stille. Ja. Stille Willem. Ja. Hij praat over alles, behalve over zichzelf. Ja. En dat heb ik ook gemerkt. Dat hij zo ziek was. En dan ging hij wel eens overeind zitten. En dan zat hij met zijn hoofd en met zijn hand zo. Of hij zat zo. En dan zei ik wel eens, Wim, wat denk je aan? Oh, niets. Nou, dan krijg je er geen woord uit. Nou ja, als je het dan 3 keer gevraagd hebt, dan stop je er toch mee. Willem had een bootje gekocht. Hij zegt, joh, ik koop een bootje. Oh, ik zeg, dat is goed. Hij zegt, even, kijk, dat bootje. Het was een bootje van 3,5 meter. En een buitenboordmotortje van 4,5 pk. Maar hij zegt, dat bootje kan niet zinken, dat is dubbelwandig. Ja, hij zegt, zullen we ermee gaan vissen? Nou, wij gingen vissen op zee met dat bootje. Een hengeltje, nou, we moeten een netje hebben. Dan kennen we, dat zag je in Egmondzee wel meer, dus wij een netje gekocht. Wij met een netje, en dan gingen, was het vrijdagavond, knap weer was, dat we uit konden gaan, gingen we vrijdagavond, gingen wij vissen. En dan visten we zo tot 1 uur of 2 s'nachts, in donker. Nou, dat ging geweldig. Maar het ging ook wel, dat is niet goed. We waren aan het vissen in, we hadden een net en we daarden helemaal richting IJmuiden. En, god, dat net, dat konden we niet omhoog krijgen. En we waren toch aan het hijsen en aan het hijsen. Dat bootje is bijna op zijn kant, maar op een eind hadden we hem boven. Toen bleek er een vat in te leggen van 200 liter. Ja, dat wouden we toch dat net niet verspelen. Dus dan moet dat net op zijn kop om dat vat eruit te krijgen. In nacht en donker. Nou goed, dat, op een eind dat net eruit, dat net omhoog. En het regende. Het werd donker. Het was hartstikke donker. En het regende en het regende. Godverdorie, joh. Ik zie die vuurtoren niet. Nee. Ja, waar zouden we zitten hier? Nou. Ja, dat is ook wat. Nou, we hebben toch nog een kompasje bij ons. Ja, zoek, nee, nergens dat kompas te kunnen vinden. Nou, Willem zegt, joh, als we nou, we hebben een ankertouw bij ons. Als we dat anker nou laten zakken en we meten aan dat touw hoe diep we zitten en dan gaan we varen en dan meten we weer. En dan kunnen we wel zien of het dieper wordt of dat het ondieper wordt. Ja. Nou, ik zeg, dat is goed. Ik zeg, jij gaat varen, ik zal meten. En ik zal kijken dat ik achter je kan kijken in donker, wat ik zien kan van de vaar, of je recht blijft varen. Want als je niks ziet, dan je gaat gauw weer ergens een bocht om. Er zit zo'n stukje gevaren, aangepeild. Nou, het wordt iets ondieper, we gaan de goede kant op. We hadden ook gekeken naar het tij, dat wil zeggen, wanneer is het eb en wanneer is het vloed. Dan heb je de stroom naar de ene kant toe en de stroom naar de andere kant. Als je het anker uitgooit, kun je op je boot zien hoe het gaat liggen, wat de stroom betreft. Dus die hulpmiddelen, dat wisten wij wel. Maar zo kwamen wij in ieder geval toch wel weer bij Egmond terecht. Gaat het goed, Willem? Hij is goed, ja. Hij gaat uit. We gaan een krantje pakken. Dan gaan we nog inwikkelen voor de naverruimte nog. Zag je hem eruit lopen? Ja, hij is helemaal goed. Yes! Krantje halen.
vader voor. Nou, hier zal niet veel meer van over, weet je. Ja, dat is het restant van het losbanden geworden. Mooi toch? Ik vind het fantastisch. Ze zijn lekker gaar. Dan gaan ze dus direct op eten. Voorbeeld. Heerlijk. Hoe is die? Perfect. Goed gaar. Niet te gaar. Vis is nog lekker vast. Smaakt heerlijk. Echt perfect. Wat zijn voor jou nou de mooiste genietmomenten? De mooiste genietmomenten, ja, dit is zo'n moment van genieten. Van visie vangen, schoonmaken, bereiden en dan lekker opeten. Lekker, dat het echt lekker van smaak is. Ja, heerlijk. Maar nu stop ik, want ik heb op dit moment even genoeg. Dan doen we dit nog wel even in een krantje. Hij is lekker, heel erg lekker. En lekkere vette vingers. Heel. Destico. Willem had al een bootje. Ook 30 jaar geleden had hij een bootje, daar gingen we mee duiken. En dan kwamen we bijna niet terug, zo'n laag bootje was het. Maar daar gingen we ook mee vissen. En makrelenvissen is natuurlijk in Egmond het ding. En Willem heeft door de jaren heen, dat hij al wat ouder begon te worden, uiteindelijk kwam het duiken op een lager pitje te staan, maar het vissen was nog steeds belangrijk. Dan ging je met die witte rana ging je zee op. Dan ging je met zijn kleinkinderen ging je makrelen vangen. En die werden later bij de shop werden die gerookt. Dus wij hadden het elk jaar over, hoe is het met de makrelen? Ja, Willem was het laatste jaar niet meer in staat om makrelen te vissen. Dus dat heb ik nog één keer voor hem gedaan. Een flinke zout makrelen gevangen en die naar hem toegebracht. En dat was dan ook zo'n onuitgesproken iets, hè. Dit zijn de laatste makrelen, maar ik ga ze wel lekker roken. Het enige wat opa niet zo leuk vond als er geen vis aan de haak was, dan was het altijd van... Jeetje Mina, stomme vis, kom nou toch! Jeetje Mina? Jouw ja. Opa Jeetje Mina? Dat zei hij niet, maar ik zal het niet zeggen wat hij zei. Wat zei hij dan? Nou... Potverdikkie? Nog erger. Want toen zaten we met papa aan boord en dan... was het allemaal gezellig, waren ze aan het vertellen over de vistijd. En dan hadden ze het over, als er weer geen vis was, dan hadden ze het erover van... ja, dat is zo stom dat er geen vis is. Maar dan werden er hele andere woorden geroepen. En dan had ik iets van, oh, dat hoor ik niet. Dus dat was altijd wel een beetje van... opa was wel echt eentje van, als ik ga vissen, dan moet de vis aan de haak zitten. Onze eerste ervaringen waren... Ik ging met Lucie, mijn vrouw, op vakantie naar Zuid-Frankrijk, omdat Willem daar was. En Willem dook al langer, dus Willem zegt, ik weet een leuke plek in Frankrijk. Dan kwamen wij na, in die tijd was reizen naar Frankrijk nog een heel avontuur. Kwamen wij midden in de nacht in Zuid-Frankrijk aan en dan rook je. Ik ruik macaroni. En macaroni en Willem Butter, dat is een bekende combinatie. Ik denk, nou, we lopen daarheen en ja hoor, 12 uur 's nachts. Willem had een bakje koffie en een bakje macaroni. Nou, dan was het goed. Dan kon je weer verder samen. Tot we nog een keer op een mooi aardig weer gingen we zaterdagmorgen vissen bij Hengelen.
bij de boot uit. Nou, is dat toch wel een beetje wind. Ja, nou goed, gaat. Maar je moet zo'n klein bootje. Dus, en dat viste prachtig. Maar het werd al, die wind die stak al meer op en het werd al ruwer. Dan zat het te springen in die boot. En toen was het op een 12:30, 12:30. Nou ja, het wordt nou toch te gek. En toen zagen we al, toen waren ze met zo'n houten flat waren ze bezig op het strand om de zee in te gaan. En die flat die werd er 3 keer aangeslingerd op het strand weer. Dus die waren gestopt. Ik zei, nou dan moeten wij terug. Ja, nou goed, we zullen wel zien. Dus wij terugvaren. En toen benen we net bij de zandbank en er komt zo'n grote breker aan. Ik zeg, Willem, daar komt hij hoor. Het was net een berg water van 4 meter die recht achter hem aan kwam zetten. Nou, hij sloeg zo over ons heen. Ik zag alleen Willem zijn hoofd nog boven water. Dus dat... En die boot die bedaarde op zijn kant. Maar goed, we zaten er nog in. Maar de riem en de hengel die lag eruit. En die boot die slaat terug en die lag helemaal gelijk af vol met water. Maar die boot die kon dus, bleef dus drijven. Hoe reageerde Willem? Rustig, alle twee. Wij altijd wel rustig. Nou, ja, we moeten... We hebben nog een emmer hier. Zo kijken we een leeg in het schip. En nou, de volgende golf ging er weer overheen, maar goed. Op een einde hadden we toch wat water eruit. Maar het motortje deed het natuurlijk niet meer. Het was onder water geweest. Dat gaf de geest. Maar we kwamen toch op de kant terecht. Maar Willem die was ook rustig met dat. Hij werd helemaal niet in paniek of zo. Dat was helemaal niet... Nee. Ja, en Jackie, je kon het aan zijn vingers zien natuurlijk. Hè? En een bak koffie en grote verhalen. Dat is Willem. Wij gingen samen naar de Rode Zee. Dat was in die tijd was dat een bijzonderheid. Dat was 84. Dat moet je nagaan, dat is 27 jaar geleden. We zouden eerst naar Israël gaan, want dat wisten we dan nader. De Golf van Elat, dat was een bekende duikstek. Maar toen was er oorlog in die tijd, dus toen, ja, dat ging even niet door. Toen via zei iemand, nou ja, dan kunnen we wel naar de Rode Zee. Ja. Kan je daar ook duiken? Ja, ja, daar kon je ook duiken. Dat was, nu weet iedereen, het was toen nog spannend. En wij komen met een taxi in de buurt van de Rode Zee. En Willem en ik zeggen, nou, wij gaan even een zeetje kijken. Net als dat je hier zou kunnen doen. Even een zeetje kijken, een bekende kreet. Dus wij lopen samen die laatste 30 meter naar de Rode Zee toe. En daar staan allerlei militairen. En die beginnen heel druk naar ons te schreeuwen. Maar ja, geen idee van wat ze doen, want het is Arabisch. En de chauffeur zegt, hallo, stop. Jullie staan nu in een mijnenveld. Dan moeten jullie ongeveer dezelfde stappen terug doen als dat je gedaan hebt. Dan komt het wel weer goed.
Ik heb, natuurlijk heb je allemaal wel eens ideeën dat je denkt, oh, dat, had je niet dat kunnen gaan doen of had je niet dat kunnen gaan doen. Maar als ik nou zie dat hij dus, wat hij voor zijn kinderen en voor zijn kleinkinderen, als ik daar kwam en die kleinkinderen waren daar, die kregen alle ruimte. Het was een familieman, ja. Zeker in zijn jonge jaren, zeg maar, dat wij ook klein waren. Was hij echt wel 's morgens om, voordat wij naar school gingen, was hij al weg, zeg maar, om 7 uur op. En dan was hij ook wel weg. En dan kwam hij tegen 6 uur thuis en dan had mijn moeder vaak het eten al klaar. Het was net de fietsjes eerder. En het ritueel is altijd, mam zal het eten opstaan, paps ging onder de douche. Dat kon niet echt heel snel, dat was verbluffend. En dan had hij zich ook meestal geschoren en dan kwam hij beneden en dan gingen we aan tafel eten. En dan had je de avonduurtjes totdat je naar bed ging en dan zat hij op de bank inderdaad. Maar dan was stil toch rustig aanwezig, krantje erbij. Later natuurlijk samen televisie kijken, want dat hadden we op een gegeven moment ook. De Fabeltjeskrant, en wie is daar niet mee opgegroeid. En dan was het op een gegeven moment tijd naar bed en dan, ja, dat was het dan. Dat was dan de week, zeg maar. En op zaterdag was hij ietsjes later op, maar ook niet echt dat je dacht van, nou, goh, die man slaapt uit. En dan ging hij gewoon aan de rommel, ging hij gewoon zijn ding doen, zeg maar. En dan mochten wij dan wel eens in de garage mee rommelen, want dan was hij toch daar. En dan liepen we naar binnen en dan de spijkertje en hamertje, de kacheltje opstoken wat hij had, het liefst rood gloeiend natuurlijk. En dan vond hij allemaal prima. Dan af en toe dat mochten we lood smelten voor hem. Dat maakte hij dan later loodblokken van, maar dan was dat op dat kacheltje. En dan mochten we het lood smelten. Dat was natuurlijk intrigerend, want het was wel heel heet, maar we mochten het allemaal. Eigenlijk heb ik er nooit over nagedacht, maar hij liet ons gewoon lekker dat vuur stoken en rommelen met spijkers en met hamers. We gingen te wintersport dingen. Ja, hij was een familieman. Hij heeft ook voor zijn kinderen, zijn 2 dochters en zijn zoon. Nou ja, goed, zijn zoon ook. Ik kan maar zeggen dat huis helpen verbouwen en et cetera. Al die dingen, ja. Ja. En zeggen, nou, bij mijn petje af. De leukste herinnering die ik aan mijn vader heb, dat zijn skivakanties. En dat was vooral toen wij jongen waren en er was verse sneeuw gevallen. En buiten de piste lag het er dan zo mooi bij. En dan zeiden we, pap, zullen wij daarheen gaan? En dan zei paps altijd, ja, dat is goed. En dan klommen wij achter ons vader aan en dan stonden wij boven op die heuvel. En dan zeiden we tegen paps, ga jij als eerste? Ja, zegt paps, dat is goed. En dan ging mijn vader als eerste en die klapte dan ook altijd als eerste helemaal ondersteboven aan zijn skiën kwijt. En dan hadden wij zoiets, daar moeten wij niet gaan. En dan skieden wij ons vader voorbij en dan ging naar de piste. En dan bleven we daar staan wachten tot paps zijn skis had teruggevonden, het sneeuw uit zijn muts had geveegd en uit zijn jas. En weer klaar was en weer terug naar de piste kwam. En dat heeft hij eigenlijk altijd wel gedaan. Hij ging altijd als eerste naar beneden. For me. Whoa.
De eerste verandering gezien toen dat ik, dat is installatiegebeuren niet meer kon doen, was dat de eerste zeper. En toen heb je nog wel een periode, zeg maar in Amsterdam, ja, daar was ik eigenlijk bijna nooit bij. Want ja, ik had Egmond, dus dat weet ik eigenlijk niet. Maar in de periode dat hij terugkwam, zag ik hem toch ook wel weer veranderen. Hij had meer pijn, hij kreeg meer pijn. Nou ja, dan een mens wat pijn hebt, begint anders te reageren, hebben het schijnbaar zelf never nooit in de gaten. Meer grauwen, meer, Niet lekker in zijn hum. Ja, absoluut. En dan dacht ik bij mij, je zoekt het maar lekker uit, ik ga mijn eigen ding doen, doei. Maar hij sprak er natuurlijk niet over. Nee. Ik heb op een gegeven moment nog eens een keertje, ga nou toch nog eens een keertje naar de arts, moet ik daar doen? Ja, ik zeg, je loopt maar met de pijn in je rug. Ik zeg, ga kijken of je bij een neurochirurg terechtkomt voor je benen. Ik zeg, ja, ik krijg geen gevoel meer in mijn benen. Ik zeg, ja, maar dit lost niks op. Ja, toen had hij de pech dat hij er eentje kreeg die tegen hem zei, daar moet je maar mee leren leven. Nou, toen kreeg ik hem natuurlijk helemaal niet meer naar een dokter, hè. Dus ja. In welk jaar was dat? Dat hij begon te kwakkelen en... Dat was in 95. Dat hij dus terugkwam hier naar Egmond. Dat hij terugkwam naar Egmond. En ik heb heel sterk het vermoeden dat dat het begin van zijn ziekte was. Ja. Want toen zag ik hem nog verder veranderen. Zijn ziekte waar hij uiteindelijk is aan overleden. Ja. Altvleesklierkanker. Waarom denk je dat? Nou, omdat er weer eigenlijk, dat valt me eigenlijk nu pas op, omdat je een beetje terug zit te denken. Dat toch weer een karakterverandering, stugger, meer grauwen, meer. Ik denk maar, ja, je bent niet degene met wie ik getrouwd ben. Je bent totaal veranderd. Ik kom op zijn verjaarfeest van afgelopen jaar. Ik zeg, goh, wat ziet die jongen er beroerd uit. Ik zeg, Willem, wat is er hier? Wat zie je? Ben zo de mieterd uit. De man, hij zegt, ik ben ook beroerd. Hij zegt, ik kan het eten er niet meer in houden. Ik zeg, ze hadden al een pilletje voor zijn maag in dit en van dat. En hij zegt, ik krijg volgende week een onderzoek. Het eerste dat we merkten was februari vorig jaar. Toen was hij mee op wintersportvakantie en bleek hij fysiek eigenlijk niet meer in staat te zijn om mee te skiën. Dat ging steeds moeizamer en zijn benen begonnen te weigeren. Fysiek kon hij het gewoon allemaal niet meer aan. Dus we hebben het een paar keer tegen hem gezegd daarvoor ook, we gaan nou eens naar de dokter, laten we nou naar eens kijken. Nou, mijn vader is een bijzonder eigenwijze man en die zegt, ik mankeer al heel lang wat, dus dan zal dit wel hetzelfde zijn, ik ga niet naar de dokter. Toen kreeg je toch wat meer problemen begrepen over de zomer, dat hij die februari terugkwam. Had hij zoiets van, ik heb ook buikpijn, toch maar naar de dokter. Nou, en dan kom je in de Malle Molen terecht en in november van dat jaar is geconstateerd dat hij dan alvleesklierkanker heeft. En dat het vergevorderde stadium was. Toen hadden we een gesprek met de arts van maag-darm- en leverziektes. En die zegt, meneer Wutter, ik heb niet zo'n prettige mededeling. U heeft alvleesklierkanker. En het gezwel is 8 bij 4. En ongeveer 3 maanden. Maar we hebben misschien nog iets, maar dan moeten we eerst weten of het wel die kanker is waarvan we denken dat het is. Dan moet er punctie gemaakt worden. Dan kunnen we nog iets met een chemokuur doen. Nou, heeft die punctie laten verrichten. En dat bleek dan te zijn wat ze al vermoeden. Dus toen is hij, kreeg hij een chemokuur. Dat behelste 1 keer in de week op een vaste dag een infuus, de chemo. Dat was dan 3 maanden lang.
3 keer 3. Dat was 3 weken achter elkaar, 1 dag. 4e week rust. Weer 3 week rust. Weer 3 week rust. CT-scan. Week later uitslag. Nou, redelijk positief. Hij staat stil. Ja, nou ja, goed. We kunnen proberen om er nog een kuur erachteraan te gooien. In de hoop dat hij gaat krimpen. Nou, bij het aanvang van de tweede kuur, na de tweede week, toen kreeg hij steeds minder herstel van zijn bloedwaarde. Want je moest ook iedere week prikken om zijn bloedwaardes te bepalen. Nou, toen zag ik hem al zo verschrikkelijk achteruit gaan. Ik dacht, nou, dit houden we nooit. Dus hij is die wijksroep, die is naar onderzoek gegaan. Nou, ik was nieuwsgierig wat of hij had. Nou, ik hoorde meteen dat hij terugkomt van die uitslag van dat onderzoek, dat het foute boel was. Ik denk, potverdomme. Ik weet alleen dat hij vroeger in zijn rug had, maar verder was hij eigenlijk nooit ziek, dacht ik altijd. Dus nee, hij was wat dat betreft, nou... Hij heeft in Amsterdam heb je natuurlijk die duikshop gehad. Daar ben ik ook wel meerdere keren geweest. We hebben in het begin dat hij die duikshop had, hebben we die ruimte nog een nieuw plafond erin en fijn wat dingen en zo gedaan. Maar ik heb nog nooit gehoord dat hij ziek was en dat hij er niet was, zal ik maar zeggen. Hij was er altijd. En nou, dan zie je dat. En dan denk ik, toen ik zag het al, ik denk, het zit helemaal niet goed. En nou, het zat ook niet goed. De uitslag van de arts die dan meldt, nu heeft alvleesklierkanker. Wat gebeurde er met jullie? Dat? Dan valt de vloer al niet vandaan. Ja. Dan zit je in een achtbaan waar je niet uitkomt. Echt voor Willem dat ook zo? Ja. En die mededeling, die krijg je dan, die duurt dan 3 minuten. Dan krijg je een hand en dan wordt er gezegd, ik wens je heel veel sterkte. En dan sta je buiten, met de auto. Toen zei dat Emma, heb jij gehoord wat ik gehoord heb? Heb jij dat ook gehoord? Nou, daar zijn we mooi klaar mee. Hoe zijn jullie daarmee omgegaan? Jullie stapten in de auto. Naar huis gereden. Koffie gezet. Veel gesproken in de auto of geen woord? Lam geslagen. Ja. Thuis? Ik weet het eigenlijk niet meer. Pak de draad maar op, gaan we verder. We gaan wel zien wat er van komt. Ja, dat deed wel wat met me. Willem. Ik hoorde het, dus ja, ik had een wekelijks loopje naar Willem toe, dus ik ging uiteraard gewoon naar hem toe. En Willem was van slag. En Willem was nooit van slag, want Willem was standvastig zoals hij was. En hij zei, Frank, ja, ik heb de hoofdprijs. Ja, ik denk, dat is een raar woord om te noemen wat je hebt. Maar hij zei, ja, dit is het. Hij zei, en ik ben er niet op voorbereid. Ik ben er niet op voorbereid. Ik ging naar de dokter omdat ik wat had en ik wil even dat er wat aan gedaan wordt. En hij zegt, meneer Butter, u bent ongeneeslijk ziek. En Willem zegt, daar kan ik nog niet mee omgaan. En dat is ook eigenlijk, denk ik, wat hij ook in dat bijna jaar daarna wel gedaan heeft. Hij kon het moeilijk een plek geven. En hij heeft ermee gedaan en uiteindelijk kwam ook wel het besef van dit is het. En ik ga... nog afscheid nemen van de goede dingen en ik ga aandacht geven aan dingen die belangrijk zijn, mensen die belangrijk zijn. Maar echt afscheid nemen was voor Willem moeilijk. Accepteerde hij het? Nee. Nee. Waarom merkte je dat? In nog meer in zichzelf kruipen. Nog veel meer in zichzelf kruipen. Maar echt niet over hebben. Wegstoppen. Ja, dan staat het niet.
Zo, een nieuwe dag is weer begonnen, Willem. Een nieuwe dag, begin met koffie. Ook voor de klanten. Het is altijd even een rustige binnenkomen. Krijg je nog veel klanten op zijn dag als vandaag? Ik krijg vandaag een leerling sleutelaar. Kijk aan. Die krijgt onderricht in het onderhoud van de automaten. Dat heb jij toch heel wat jaartjes gedaan, hè? Dat heb ik, ja, dat heb ik heel veel jaar gedaan. Zeker een jaar of 6, 7. En meestal materiaal, of ja, meestal materiaal mensen van clubs. Soms ook mensen die dus met een instructeur, een diploma, naar het buitenland gaan. En daarnaast dus kennis van zaken willen hebben voor ze kleine storingen van automaten kunnen opsporen en herstellen. En dit is dan het begin van de koffie. Hoppa. Voel dat ook een beetje als het stokje doorgeven? Ja, dat zeker. Ja, kennisoverdracht vind ik belangrijk. En anders gaan ze toch knutselen. En dan gaat dat op een verkeerde manier. En dan kan je ongelukkig zeggen, zeg ik, nou, leren ze meteen het goede. Dan gaat het dus in ieder geval minder fout. Van wie heb je uitgeleerd? Mijn eerste opleiding was bij een grassier, de firma Schubebro in Brussel. Daar heb ik een 3 dagen opleiding op genoten. En dan krijg je een normale diploma van dat je klein onderhoud mag plegen, net wat ik er nu over heb. En in de loop der jaren dat je dus al de hoogtechnische dure dagen bij gewoond hebt, krijg je een wat hoger certificaat. Ik weet nog niet eens wat erop staat. Ja, dit is hem. Certificaat. Geldig van 2008 tot en met 2010. Hè? Nou kijk, hoe vast moet hij? Want ik kan hem natuurlijk door blijven draaien. Nee. Met geweld. Maar kijk, nu zit hij eigenlijk vast, hè? Ja. Maar dan zit hij hier. Mag hij dan een slagje terug? Nou, dat hele gatje is zoek. Gatje is zoek. Er stond nog een streepje. Er stond een streepje hier. Hier zit het streepje. Maar als ik hem dan een slag dichter draai. Ja. Kijk, nou zit ik hem wel heel vast. Ja. Is hij er nou wel? Nee, net niet. Maar ik kan hem natuurlijk met. Ja. Met geweld naar een ezel, met beleid en marinier. Ja, ja. Ja, zo. Nou heb ik hem. Oké, okay, nou. Dat mag dan zo strak? Ja, mag zo strak, mag het. Oké. Okay. Ja. Je bent ook weer even te snel, maar. Ja, Willem. Ik zal eerst koffie intappen. Dan gaan we eerst koffie in. Even zo'n kindje. Oké, even zo. Ja, hij zit er nou goed voor. Ja. Zo. Dan hebben we die gehad. En je had een sleutel voor. Die moet hier doorheen, yes, dan, hè? Yes. We gaan eerst aan de koffie. Ja, ik mag nooit wat van jou. Ja, je mag alles, maar. Orde, volgorde, regel. Ja, Willem. Ja. Verbeteren. Direct loop je van je werk af en dan weet je niet meer hoe het is. Eén, goedemorgen, Aquarius Willem Butter. Hallo? Hallo? Ja? 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 Nou, dan stuur je daar even een overzichtje van. Ik ken het niet via de post. Nee, met faxen gaat niet. Oké. Zou ik mogen weten waarom? Omdat ik geen fax heb. Oké, nou dan gaat het gewoon op
Helemaal goed. 1934 PJ. Yes, klopt helemaal. Goed. Heel goed. Dat zijn echte Friesen. Val, ik heb een scootmobiel aangevraagd. Ik had gisteren mijn medisch verpleegkundige van Noord-Holland. Dat is een verpleegkundige die vooral ook met kankerpatiënten omgaat. En ik zeg, ik zou eigenlijk wel een scootmobiel willen hebben. Nou, ze zegt, ik ga mijn uiterste best doen om dat te regelen. Ze zegt, ik vind het knap dat je het lef hebt om me te vragen. Maar ook omdat je die auto een beetje zat bent? Dan de auto een beetje zat en het is een beetje dat ik zeg van luister, dus even buiten een rondje. Je bent wel mobieler. Even, bijvoorbeeld mevrouw zegt me luister, ik wil woensdag nog even over de braderie heen lopen. Ja. Ik zeg nou maar dan stap ik op mijn scootmobiel en dan tuf ik erheen en je hobbelt naast mij ernaast. Of je gaat op de fiets tot aan de braderie en dan gaan we lekker op ons gemak tussendoor. Verstandig Willem. Ja. Verstandig. Dat soort dingen. Nou had ik gisteren ook nog een andere figuur bij me thuis. Die heeft ja, bepaalde natuurlijke ingrediënten. Dus een beetje op de alternatieve toer. Het is iets wat uit Amerika vandaan komt. En dat contact kwam via mijn zoon Martijn. Die zegt, joh, luister, je moet die man bellen, want ja. Je hebt een vrouw. Want bij hem op de skietclub was er eentje. Die had maag- en darmkanker. Ja. Die waren allemaal uitgezaaid. Ja. En van de arts kreeg hij van, nou ja, je bent opgegeven. En die heeft die spullen gebruikt, die medicijnen gebruikt. En is helemaal kankervrij. Ja, wij hebben een wekelijks loopje. Ik had een wekelijks loopje bij Willem. En bij voorkeur in het zonnetje, en buiten op die grote stoelen, banken, dan moest de wereld nog eens even verkend worden. En dan af en toe raakte hij het aan, hè. Dan kon je elkaar even wat dingen tegen elkaar zeggen die wat dieper gingen dan het praatje pot wat Willem bij voorkeur maakte. Want Willem was liefst over andere dingen in gesprek. En dan had je een klein woord en een ding en een arm en een hand en een traan. Ja, en dat was het. Ik praat er wel met hem over. En ik geef hem ook op zijn flikker dat hij moet eten. Ja, het is gewoon het praatje pot. En als het erover komt, komt het erover. Maar ik zoek het niet op. Misschien een beetje laf, dat weet ik niet. Maar ik zoek het niet op. Omdat ik ook niet weet, wat heb je eraan om die emotie los te maken weer? Daar is toch niemand mee gediend? Laat die man lekker leven. En laat hem maar zijn ding doen, zolang hij dat nog kan. En daar, dat is eigenlijk alles mee gezegd. Je kan erover blijven zeuren. Maar het komt voor ons allemaal een keer. Alleen, dit had hij niet verdiend hoor. Dit had hij echt niet verdiend. Hij riep altijd van, ik wil dit niet. Hij was ook heel duidelijk dat hij geen euthanasie wilde. Daar was hij heel duidelijk in. Hij wilde gewoon in zijn slaap overlijden. Dat is hem uiteindelijk gegund geweest dan. Die donderdagochtend is hij in zijn slaap overleden. Snurkend en al. Dus het is hem toch nog wel overkomen. Maar hij was het er absoluut niet mee eens dat het hem zou gebeuren. Hij heeft zich echt tot het laatste verzet. En die laatste barbecue die we nog hadden, de zaterdag daarvoor, was voor het eerst, omdat toen ook zeg maar de shop leeggeruimd was en dat het eigenlijk zijn ruimte niet meer was, zei hij ook op een gegeven moment tegen mij van nee, het doet me ook niks meer dit. Ik heb er afscheid van genomen. En dat was voor mij een punt van, oh, nou, dan is hij al een heel stuk verder. Want dat was ook een van de zichtbare erfenissen die hij heeft achtergelaten voor ons, zeg maar. Dat was echt iets wat hij heeft opgebouwd. Het was echt zijn plek, zijn stek, iets wat helemaal van hemzelf was. Het is raar. Ik heb het nog steeds over de shop van Willem. En daar verzamelen we met duiken. We verzamelen bij de duikshop. En dat is een vaste plek. En die is er niet meer. Willem is er niet meer. En het is ook logisch. Het is zoals het is. Maar dat is wennen. Dat houden we nog even vast.
Ga je hem missen, denk je? Ja, tuurlijk. Tuurlijk mis je hem. Ik heb een heel veel kennissen. Maar Willem was toch eigenlijk wel mijn vriend. Niet dat we nou dagelijks bij elkaar waren, maar we konden dus in heel veel dingen goed met elkaar overweg. Was een van mijn fijnste broers. Hij heeft mijn waardering en mijn sympathie, zonder meer. Ik zal hem ook wel gaan missen. En nu is hij weg. En dan lig ik soms in mijn bed en dan bid ik even en dan vertel ik aan mijn heer dat hij dit aan mijn opa kan vertellen. Bijvoorbeeld van wat ik een stomme of een leuke dag op school heb gehad of hoeveel ik hem mis. En dat blijft altijd heel erg leuk. Want dan heb je net het gevoel dat hij bij je is. Ja, mijn herinnering aan Willem is dat hij eigenlijk nog de Willem is zoals ik hem 30 jaar geleden leerde kennen. Uiteraard een stukje ouder, een stukje grijzer. Maar nog steeds de man die met zijn bootje het liefst de zee op gaat en een makreel gaat vissen. Een man die met zijn kinderen thuis aan het knutselen is. Die nog gaat twinkelen als we het over een nieuwe nitrox apparaat of iets dergelijks hebben. En die nog steeds zegt van ja, toen Willem ziek was, sprak ik met hem over onze reis naar de Rode Zee. Had hij zijn oude videobeelden weer opgeduikeld en die had hij op een bandje op een dvd laten zetten. En, ja, wij gingen daar samen naar kijken. Hij zegt van kijk nog eens even met me mee. Ja, en dan eigenlijk ben je op dat moment weer terug in 84, waarin je voor het eerst die grote avonturen, voor ons grote avonturen, meemaakte. En dan zie je twee jongetjes die weer zielsgelukkig zijn van mooi de duiken. Dat is Willem. The World Web. Wat ga je vandaag leren van Willem? Ik ga vandaag proberen of ik een automaat zelf kan servicen. En dat is allemaal technieken. Alleen wat ik eigenlijk mis, Willem doet alles met zijn zakmesje. En ik heb geen zakmesje. Dus, maar ik ga er ook niet om vragen. Eén inbesluit. Ja, kijk Willem, daar gaat hij. Moeten die ook allemaal in het bakkie? Of? Ja. Alles in het bakkie. Dan halen we een safe. Maar je kunt ze in dat safe gooien. Ja. Er zit er nog maar één in natuurlijk. Hè? Want de rest is gevuld. In het safe. Is eruit Willem. Und jetzt. Heb je daar een haakje? Een haakje. Een haakje. Haal je dat veertje eruit. Dat zal ik gebruiken. Peuter je dat veertje eruit. Dit hier? Ja, die klemveer. Die is weg, maar dat hindert niet er heel nieuw voor. Je hukken je handen nu niet, Willem? Nee hoor. Ik kan daar heel goed naar kijken. Hoeveel 100.000 zal hij er gedaan hebben? Ja, ik kan er goed naar kijken. Heb je er vertrouwen in? Ik heb er vertrouwen in, ik ben er zelf bij. Nou, dan haal je daar die paddenstoel uit. Hoe krijg ik dat kring eruit? Gewoon trekken. Beetje wiebelen. Oh ja. Ook daar? Nou, dan mag die ook in het bad. Mag ook in het bad. En... Oh ja. Even kijken. Is deze lang genoeg? Goeiedag, hé. Oh. Ja, die springt hier naartoe. Oh. Hadden we die nodig, Willem? Ja, dat zien we straks. Oh, God. Zien we straks. Met dat pinnetje van het uithalen. Ja. Oh, maar dan kun je beter even met... Met het zakmesje. Met het zakmesje. Dat doe ik. Die heb ik niet in mijn zak, dus die moet ik even pakken. Neemt hij nog een beetje wat van je aan, Willem? Of is hij erg eigenwijs vandaag? Nee, hij is redelijk... Hij luistert wel.
Absoluut. Nee hoor. En het is natuurlijk ook aan iedere persoon hoe je met zijn gereedschap omgaat. Ik geef alleen tips op een gegeven moment als ik denk dit gaat makkelijker of dit is handiger als dat. Dan zo. Mag je dat aannemen en dan mag je dat ook naderhand naast zich neerleggen. Dat en toch zijn eigen manier van monteren. Handhaven. Hier moest een wit dingetje. Je mist nog één dingetje, een wit dingetje moet in een van die zakjes zitten. Dat zou zomaar eens kunnen. 100 heb ik er zo gedaan. Kijk. Nou, je ziet goed. Dat zit. Ja, ja, zeker. Wat denk jij nou? Nou gaat hij erin? Ja, hè? Nee, op het eind pas. Op het eind pas. Dat is nu de volgende. Je huis. Die heb je. Deze. Nee, in je andere hand heb je je huis zitten. Ja. Wat hij er eerst nog uit? Het afdichtdopje. Het afdicht. Wat je eruit geschroefd hebt. Het afdichtdopje. Dat moertje. Om die ene ding dicht te zetten. Met het inbussleuteltje. Dat is dit. Schroefje. Nee. Er kan geen inbus, daar past geen inbus in. Er is ook geen afsluitdopje. Het afsluitdopje. Ja, welk afsluitdopje in godsnaam, Willem? Kijk, hij ziet er zo uit. Ja? Ja, dat heb ik hier. Nou, die had je hier uit vandaan gehaald. Nee. Ja, aan de zijkant. Nou ga je dus de paddenstoel plaatsen. Ja, ik zou er toch als ik jou als die veer tussen zitten. Jezus. Moet... Die moet aan de onderkant. En, oh, maar daar zitten er dus drie ringen aan. Hoor. Ja, dan zitten er drie ringen aan de onderkant. Oké. Okay. Zo? Ja, nou ja, nou moet die dop erop. Ah. Wat denk je nu, Willem? Wat typisch bevinders gebeuren. Nou, je bent mazzel. Die twee zwarte ringen liggen er nog in. Er hoort nog een filtertje in, met een klemveertje. En dat hebben we dus in de zakjes zitten van het service setje. Oh, dat ziet er, ja. Want hierin kunnen we zien wat er dus vervangen moet worden. Kijk even hier, die vierkant. Ja. Ik zet die vierkant dus even zo recht voor me. Goed. En dan neem je ook met die vierkant. En dan recht pak voor ik hier hem. Dan pak ik ook die vierkant. En dan druk ik hem aan. Dan hou ik hem hiermee vast. Dan leg ik hier dat lepeltje op. En dan doe je dat moertje in het. Wat dan? Ja, dit is gewoon eventjes gepruts. Het echte montagewerk. Dat heb ik nou. Ringetje. Nee, vlak onder je mik hier al. Ja. Het ringetje. Ja. Ja. Jezus Willem, wat dan? Nee, ik ben er nog niet. Nee, hij zit niet goed, ja, nou wel. Grote dingen. Waarom doe je dat nou? Godverdomme. Willem, denk jij dat ik hem los zou kunnen laten? Want je bent nu bezig om een nagel erin te... Hey, wil je hem even losdraaien? Mijn nagel zit eronder.
Kijk, nou in blazen. Ja. Dan ga je doordraaien tot hij stilstaat. Goed. En dan draai je nog een kwartje door. Kwartslagje. Zo ja. Zo is het goed. Ja? Ja. Oké. Okay. Meer sorry is er niet. Nou, zo doe je dat dus. Het zweet staat op mijn rug. Ik dacht dat ik het gewoon wat vergeten had, maar goed. Kijk, er ligt nog overal rubbertjes en dingetjes en ringetjes en... En de volgende doe je blind? Nou ja, kijk, je mag me natuurlijk blinddoeken. Maar je geeft geen garantie? Nee, zeker niet. Hij heeft nog gelijk ook, die gek, weet je. Kwartslagje. Dat is nou het probleem met Willem. Dat is nou het probleem met Willem. Hij heeft er te veel verstand van. Hij is niet weg. Nee. Hij is echt niet weg. Hij is echt niet weg. Hij zit in alle dingen. Ik kreeg van een vriendin een pracht van een gedicht. En dat, ja, dat geeft eigenlijk weer wat ik voel. Hij zit in alle dingen. Hij is niet weg. Heb je het gedicht bij de hand? Ja, ik dacht het wel. Dan zou ik even hier daartussenin moeten koekeloeren. Ik heb het vanmorgen nog gezien. Dat is een prachtig gedicht wat ze had. Kijk hoor, hier. Ja, ik heb hem al. Ik heb hem al. Zal ik hem voorlezen? Als ik ga, hoeven jullie niet zoveel te huilen hoor. Want echt weg ben ik eigenlijk niet. Ik ben nu weer 1000 dingen. Heb daarom niet zoveel verdriet. Als je 's morgens wakker hoor, bekijk de bomen en de blauwe lucht. Kijk naar de vlinders, de bloemen en de vogels in hun vlucht. Ik ben nu de wind, de regen, de zon en het jonge gras. Ik ben ook de sneeuw en 1000 andere dingen. Ik ben weer die ik was. Want al die 1000 dingen ben ik weer. Sinds ik mijn lichaam hier achterliet. Die 1000 dingen zijn nu weer mijn leven. Dus zie je... Echt weg ben ik niet. Sta bij stil en verwonder je over de gewone dingen. Sta stil en herinner je een eenvoudig gehoor. Sta stil bij een glimlach en weet dan dat ik voort besta. En zo voel ik het ook. Afscheid nemen bestaat niet. Ga wel weg, maar verlaat je niet. Lief, je moet me geloven. Doet het pijn. Waarom wilde hij graag deze DVD maken? Weet ik niet. Heeft hij zijn eigen, naar mijn toe, niet uitgesproken. Van wat ik heb meegekregen... is dat dit voor hem de manier was om zijn kleinkinderen en dienstkinderen wat mee te geven, omdat hij dat zelf niet meer zou kunnen doen. Ik denk, ja, dat je wel in de goede richting zit. Dat is wel iets wat bij hem past. Ja. Wat zou Willem gezegd willen hebben tegen zijn kleinkinderen? Als boodschap, als mee te willen geven? Zou je een boodschap? Wees rechtschapen. Maar is eerlijk. Draai er niet omheen. Ik geloof dat hij dat ook was. Dat hij rechtuit was. Dus ik denk dat dat is eigenlijk... Rijk of arm is niet belangrijk. Gewoon rechtuit. En leef.
Dat zie ik het. Ik denk eigenlijk niet. Wees jezelf en geniet van hetgene wat er is. Kom hier, krijg een knuffel. Heeft Willem het goed gedaan volgens jou? Ja. Echt wel. Ben je trots op hem? Meer trots op. En missen? Tuurlijk. Ik kan toch niet anders. Het was gewoon een vreselijk kleurrijk persoon.